Koffiegekte. Welkom bij Koffiegekte, een nieuwe serie op Marcus Vlogs. Gaan we de koffie even proeven, dames en heren. Even roeren. Zo. Oeh, heerlijke koffie. Oké, laten we beginnen. We hebben een bijzonder nieuwtje vandaag, namelijk, dames en heren. Nazi's landen op de maan. Deze Bulgaarse onderzoeker zegt bewijs te hebben. Nazi's landen al 27 jaar eerder dan de Amerikanen op de maan. Zo wordt geclaimd. Volgens complottheoretici stuurde Adolf Hitler er in 1942 astronauten naartoe. Zal het echt zo zijn? Zal het? Het is wel ongelooflijk als het waar is, hè? De Bulgaarse onderzoeker Vladimir Tarzinski claimt zelfs bewijs te hebben dat het naziregime succesvolle missies heeft ondernomen naar de maan. De natuurkundige stelt dat de Duitsers samen met de Japanners een ruimtevaartprogramma hadden opgezet. Oh. Vliegende schotels. Volgens Tarzinski gebruikten de Duitsers vliegende schotels van het type Mita en Schriever om de maan te bereiken. De vaartuigen van het type Mita waren 15 tot 50 meter in doorsnee. De Schriever variant was 60 meter breed en 45 meter hoog en ontworpen als interplanetair verkenningsschip, zegt hij. Heel interessant. Koffie, gekte. Nieuw Zwabenland. Eenmaal aangekomen, legden de nazi's tunnels aan onder het oppervlak en rond het einde van de oorlog was er een kleine onderzoeksbasis op de maan, aldus de onderzoeker. Met behulp van schepen van het type Honebu 1 en 2 werden na 1944 vanuit Nieuw-Zwabenland mensen en robots naar de maan gebracht, klinkt het. Volgens geruchten leven er nu zo'n 40.000 mensen op de basis. Dat klinkt echt te gek voor woorden. Koffiegekte. Ja, echt gek, man. Vegetatie. Hij claimt dat er een atmosfeer, water en vegetatie is op de maan en dat je geen ruimtepak nodig hebt. Veel ufologen geloven in zijn theorie, maar academici zijn minder overtuigd. Zonder ruimtepak aan op de maan lopen? Jeetje, dat zou fantastisch zijn. Dat zou ik ook wel willen. Ik zou ook wel een keertje naar de maan willen. Als er 4000 mensen daar zijn, zou ik dan wel eens gezellig op visite willen gaan. Ja, misschien hebben ze wel lekker wat te eten, wat te drinken. Misschien kan ik daar even doseren voor een paar weken en dan weer terug naar aarde, weet je wel. Ontkrachten. Geoloog Colin Summerhayer van de Cambridge Universiteit schreef bijvoorbeeld een paper waarin hij het bestaan van een geheime UFO-basis van de nazi's op de Zuidpool probeerde te ontkrachten. Hij schreef: de Duitsers bouwden voor, tijdens of na de Tweede Wereldoorlog geen geheime basis. Nou, ik weet het niet. We laten het maar even in het midden, hè? Maar het is wel een heel apart idee als je erover nadenkt. Wat me trouwens wel opvalt, hè, dat je tegenwoordig al die nazi-games hebt, hè, waar je ze moet neerknallen. Je hebt een heleboel films over nazi-zombies die uit de dood opstaan. En ja, dat vind ik wel opmerkelijk, hoor, al die jaren na de oorlog, dat ze dat soort films en games maken. Maar goed, wie ben ik? Koffiegekte. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, dames en heren. En tot de volgende keer. Nieuwe aflevering van Koffiegekte. Bye.